Ooit was het roerig in de Winterswijkse politiek. Heel erg roerig. Nee, de jaren 30 van de vorige eeuw ging het niet zachtzinnig toe. Kort na het begin van een wereldwijde economische crisis verharden de standpunten en de meningen. De politiek polariseerde, op straat en in vergaderzaaltjes. De linkse partijen in Winterswijk konden elkaars bloed wel drinken. Zo trekt Tweede Kamerlid David Wijnkoop van de communistische partij CPH in gebouw Excelsior in april 1930 fel van leer tegen de sociaaldemocraten van de SDAP. De SDAP roert zich op zijn beurt ook. De aanhang van de sociaaldemocraten groeit in het dorp ziender ogen. In november 1930 trekken de sociaaldemocraten in optocht door de straten van Winterswijk. De meute draagt rode vlaggen en rode vaandels met zich mee. Strijdliederen zingend marcheren de rooien in het gelid. De plaatselijke SDAP-voorman Aaron van Dam spreekt de menigte toe bij het huis van de burgemeester. Hij gaat er hard in. De uitkeringen voor de vele werklozen zijn schandalig laag. Werklozen die verplicht te werk worden gesteld verrichten zware arbeid voor een hongerloontje. Ja, Aaron verfoeit het met luide stem. Toch verloopt de protestdemonstratie vreedzaam. Het is een voorafje van de verkiezingen die in het voorjaar van 1931 zullen volgen. Twee dagen later roeren de communisten zich. In zalencentrum Flora verkettert Gradus Kobus uit Meddo de sociaaldemocraten. Zelf is hij net overgestapt van de SDAP naar de Communistische Partij Holland. Gradus vindt de SDAP maar lafbekken. De sociaaldemocraten zijn hem lang niet revolutionair en strijdlustig genoeg. Bijna 200 Winterswijkers luisteren in het rokerige afgeladen zaaltje van Flora ademloos naar de toespraken. De sprekers bewieroken successen van het communisme in Rusland. Bij de bijeenkomst was een grote politiemacht aanwezig. Op last van het ministerie van Justitie hield zelfs een rijksrechercheur een oogje in het zeil. En vooraf werd bij de grens 60 Duitse communisten de toegang tot ons land geweigerd. Ook zij hadden in Flora aanwezig willen zijn. Ja, de communisten roeren zich. In de aanloop naar de verkiezingen bekladden ze schuttingen en muren en zelfs de grote fabriekspijp bij de tricotfabriek met revolutionaire leuzen. Toch zal de aanhang in Winterswijk beperkt blijven tot enkele procenten. Maar fanatiek zijn ze zeker, de communisten. Fel zijn daarnaast de debatten tussen de sociaaldemocraat Aaron van Dam en Willem Bos, een bekende dierenarts in het dorp. Veel Winterswijkers zijn blij met deze voorman van de liberale, vrijzinnig, democratische bond. Ja, Winterswijkers die niks moeten hebben van de socialisten roemen hem. Willem Bos, verzuchten ze, is tenminste een man die Adel van Dam in het debat eens goed de waarheid kan vertellen. Zo'n man heeft Winterswijk nodig, nu de rooien steeds machtiger worden. Naarmate de jaren 30 vorderen, neemt het aantal politieke extremisten toe. Na de liberalen, sociaaldemocraten en communisten volgen de nationalisten en de fascisten. In 1933 krijgt Winterswijk een eigen afdeling van de Nationaal-Socialistische Beweging. De landelijke NSB-voorman Anton Mussert spreekt op 18 augustus 1933 in het dorp. Liefst 900 bezoekers hangen aan zijn lippen. En zo verhardt de woordenstrijd zich steeds verder. Bovendien duiken niet alleen Duitse communisten op in het dorp, maar ook Duitse fascisten en extreemrechtse splinterpartijen. Ze zijn zelfs direct betrokken bij de eerste politieke aanslag in Winterswijk. Op 22 juli 1936 wordt Mozes Kan, een bekende Winterswijker die bestuurlijk actief is in de Joodse gemeenschap, in zijn eigen huis zwaar toegetakeld met een knuppel. De lokale krant spreekt de volgende dag van politieke wraakneming. Ja, ooit was het roerig in de Winterswijkse politiek. Heel erg roerig. Toch was het kinderspel vergeleken bij de rampspoed die nog volgen zou.